En we hebben geprobeerd zoveel mogelijk dat persoonlijke van mijn vader ooit had, één op één te behouden met ons team en ons team Runnerslab, dat we zoveel mogelijk op inzetten. En dat we met onze 45 mensen ondertussen nog altijd die persoonlijke visie van toen kunnen handhaven, maar dat wel in een moderner jasje, in een veel meer shopgehalte, want vroeger, mijn vader was ook niet zo bezig met kleding en dat was allemaal maar, dat kwam er allemaal wat bij, maar dan moest hij zo modegevoelig zijn, dat was al, als een loper ging maar lopen in iets technisch, maar nu is dat allemaal, zijn onze winkels echt wel, als je erin komt, het Walhalla voor de loper, zal ik maar zeggen, en je komt binnen, je hebt direct het gevoel, je kan hier alles krijgen voor een loper, van de kleinste accessoires tot een heel belangrijk item, een sportbh voor dames, daar hebben we een heel breed gamma in. Dus het gaat heel ver en heel diep in alles wat met lopen te maken heeft. En we zijn meer en meer ook gespecialiseerd. Want mijn vader deed ook bijna alle sporten nog vroeger. Want vroeger was dat zo, als je een sportwinkel had, dan deden we voetbal, dan deden we indoor en dat deden we wat dingen. En meer merkte ik van oké, we moeten dingen afstoten. We hebben indoor heb ik 12 jaar geleden denk ik beslist van dat moet weg. Ook al hadden we nog wel veel volleyballers die bij ons kwamen. Dat gaat niet meer, dan hebben we eigenlijk enkel nog wandelen en lopen overgehouden. En ook wandelen staat onder druk bij de klassieke wandelschoen, omdat dat ook nog iets te ver is. We zijn nu een nieuw soort wandelen aan het uitvinden, dat gaan we dit jaar nog lanceren. Maar dat echt specialisatie is. En dat is soms lastig, want op dat moment, als je indoor schrapt, sprak je misschien ook makkelijk van 1000 à 1500 schoenen per jaar. En sommigen zeiden, gaat dat toch niet laten vallen, ze komen naar ons. Ik zei, je moet echt specialiseren. Dus we hebben ons meer en meer gespecialiseerd, echt tot een niche, al is running je niche natuurlijk, maar wel echt één specialisatie en er volledig voor gaan. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor velen, dat je echt, je moet gewoon, soms moet de kansen laten liggen, omdat je kan niet alles goed doen, of je kan niet alles heel goed doen. En het is echt nodig in deze tijd om alles heel goed te doen. En dan moeten gewoon dingen laten liggen die op het einde iets kunnen opbrengen. Want mijn vader was bijvoorbeeld overlaatst beginnen padellen. En ik speel ook wel eens overlaatst. En hij zei tegen mij, ik kan hier via bij Adidas padelraketjes geraken. En dat is hip en dat is de snelst groeiende sport. Kunnen we dat niet gaan aanbieden? Ik zeg nee. Ik zeg, we zouden dat kunnen, maar we gaan dat niet doen. en dat zou waarschijnlijk op korte termijn opbrengen, want er zijn inderdaad weinig aanbieders die dat hebben. Maar dat mogen we gewoon niet doen. Je moet gewoon je moet dan gewoon even denken van kijk, wat is onze missie, wat is onze visie? En blijf er even vaststaan, ook al klinkt het eventjes mooi in de oren. Maar dan moet even zeggen van kijk, dit is onze core business en heel simpel, schoenmaker blijft bij je leest, is heel toepasselijk bij ons. Ondanks dat je wel jezelf moet heruitvinden, uiteraard, maar ik denk wel dat je dat altijd moet doen binnen een keuze die je gemaakt hebt en waar je echt volledig achter staat.